De begin oktober op staande voet ontslagen stadionbeheerder van NAC, Tom van E, vorderde woensdagmiddag voor de kantonrechter doorbetaling van zijn loon. Volgens van E en zijn raadsvrouw moet het ontslag op staande voet nietig worden verklaard, omdat NAC de noodzaak daarvan niet voldoende heeft onderbouwd. De beheerder zou in zijn functie fraude hebben gepleegd met de urenregistratie van taakstraffen die mensen in het stadion uitvoerden.